Non, aujourd'hui. Pas du tout. Non, ça n'a pas marché parce que il y avait un plan tactique, mais on était fatigué. Je savais qu'on était fatigué. C'est le septième match en 3 semaines. Et je continue à le dire que les équipes qui jouent Europa League, c'est dur de devoir jouer chaque fois jeudi, dimanche, jeudi, dimanche. Nous, en plus, on a joué contre l'Ukraine aussi. Jeudi, dimanche, donc ça fait 3 fois de suite. Et là, tu sais que la troisième fois, ça va peser. En plus, le déplacement long quand même de Turquie, le plus long qu'on a fait. Je savais que mes joueurs ne seraient pas complètement récupérés, mais voilà, j'en ai perdu plusieurs qui n'étaient pas assez récupérés ou qui avaient des blessures. Donc, je devais en garder certains. On avait aujourd'hui, je crois, 5 autres joueurs ou 6 autres joueurs sur le terrain. Mais j'en ai gardé quand même quelques-uns. Kums n'était à 60% aujourd'hui. Il avait mal. On ne pouvait pas le faire d'eau. Comment on dit? Anesthésie, oui. On ne pouvait pas. Ça ne marchait pas. Donc je l'ai quand même convaincu de jouer. Donc maintenant j'espère que je n'ai pas fait une mauvaise chose et que ça va être plus grave. Donc j'espère que vraiment ça va pas être un problème pour plus longtemps. J'espère que dans les 2 semaines qui viennent maintenant, la blessure va guérir parce que voilà, il a prouvé qu'il était important aujourd'hui. Makarenko n'était pas à 100%, Trébert n'était pas à 100%, donc je savais que Gant allait venir ici et essayer de nous prendre sur la fraîcheur, avec des gars, avec beaucoup d'armes au milieu, beaucoup de Grinta, Verstraeten, De Jager, City. C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient beaucoup plus frais que nous. On voyait dans le match, on avait des problèmes. Mais en ne pas faisant le 1 contre 1 partout, en le faisant tactiquement en équipe, on a essayé de s'aider, voilà, de s'aider entre eux. Hein. Et comme ça, on a pu gérer l'affaire, on n'a pas donné trop d'occasions à l'adversaire, parce que la vraie grande occasion, c'est juste avant la mi-temps, l'infiltration de Yaremchuk. Deuxième mi-temps, c'était même mieux, mais c'est souvent comme ça après un match en Europe que la première mi-temps, il y a des gars qui trouvent difficilement le rythme. Et en deuxième mi-temps, ça va un peu mieux. Donc Makarenko est mieux rentré dans le Trébel vers la fin du deuxième mi-temps. Il est plus rentré dans le match aussi. Et à ce moment-là, comme j'avais déjà décidé le match avec une deuxième but fantastique, donc je suis très content pour lui. Maintenant, tout le monde va dire que le vrai Kums est de retour, mais Kums a encore joué des matchs nettement meilleurs que celle-ci. Mais pour les connaisseurs, si tu ne marques pas de but, tu ne joues pas un bon match. Donc, moi, je ne suis pas de cette opinion-là. Pour moi, un meneur de jeu, il fait tourner l'équipe. S'il met les diagonales parfaits l'un après l'autre et on n'en marque pas et on perd le match, bah, Kums, pour moi, il a joué un bon match aussi. Donc, Justement, tactiquement, oui, je vous comprends. Je vous comprends. Verstraeten, Jager et City, on les a pas vus. Par contre, on a vu Kums ailleurs que là, dans cet axe devant toi. Et on l'a vu avec des espaces qu'il n'a pas d'habitude. Ben, disons qu'eux, ils avaient peut-être attendu qu'on allait faire 3 contre 3 au milieu, mais en mettant en quatrième, ils ont chaque fois dû choisir pour trouver qui ils allaient prendre. Sambi l'a très bien fait. C'est un garçon très intelligent, son positionnement, son vista, il est vraiment bien. Donc lui, il a un grand futur, mais ça, je l'ai déjà dit la saison passée. Mais il doit encore apprendre pas mal de choses. Donc on a encore du boulot. Amoussou l'a très bien fait sur le bas gauche. Je savais que contre Limbombé, c'était mieux de mettre le même type. Quelqu'un rapide, quelqu'un vif, quelqu'un très mobile. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Pour le reste, mes deux défenseurs, c'était mes deux seuls qui restaient. On n'a pas encaissé un but, donc on doit être content. Et devant, Nani a travaillé comme un fou. Doda, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été frappé de tous les côtés, blessure après blessure. Finalement, on a dû le sortir parce qu'en deuxième mi-temps, on ne faisait pas vraiment ce que j'avais demandé. Ce qui donnait des occasions à Gand de notre côté gauche. À chaque coup, ils ont eu 2, 3 grandes occasions de leur côté droit, avec le bac droit qui venait. Et là, finalement, j'ai décidé de sortir Douda et de mettre Gerkes dans ce couloir là, et c'était fini. Ils n'ont plus une occasion, ils n'ont plus pu sortir de ce côté-là, c'était fini complètement. On a repris le contrôle du match.
on a mis le deuxième but et le match était joué. Tevreden over de campagne, of ben je tevreden met de prestatie van de ploeg? Ik ben altijd tevreden als we winnen. Er is veel kritiek gekomen van de Anderlecht, de reedse seizoen. Maar na 15 wedstrijden sta je hier wel met 30 punten. En ga je nu stoppen met kritiek? Gewoon wachten tot de volgende match. Heb je zoiets gezegd op cash? It's life, my friend. It's life. Als je bij Anderlecht zit, komt er kritiek. Dat heb ik al geleerd. Maar daar heb je nu zoiets van? Nee, ik heb niks. Ik heb niks. Ik heb niks. Ik ga straks naar huis iets drinken met mijn vrouw. Dat zal ik doen. En hoe oordeel je nu na 15 speeldagen? Ik oordeel niet na 15 speeldagen. Het seizoen is nog niet gedaan. En tussentijds gewoon? Dat doe ik met mijn jongens, maar niet met journalisten. Heb jij dus hier betere wedstrijden zien spelen dan vandaag? Veel beter. En veel, veel, veel betere matchen dan vandaag. Dus je was niet helemaal tevreden over het? Ik ben heel tevreden over het. Als je maar 60% kunt spelen en dan doe je dat, dan ben ik daar heel tevreden over. Maar ik kon niet alles doen. Hij was niet snel genoeg om meer druk te zetten. Hij was misschien niet snel genoeg om al die infiltraties te doen. Omdat hij met last in zijn rug zat. Dus hij kon zich niet 100% geven. Als je dan dit doet voor de ploeg, chapeau, dan ben ik heel tevreden met wat hij heeft gebracht. Maar ik zei dat hij al veel beter matchen heeft gespeeld dan dat. Het heeft wel geprobeerd dinsdag. Het kon niet meer uitgesteld worden. Nee, het blijft maar duren. En dat is als. Ja, dat is net een tand die pijn doet. Hè. Dan kun je daar medicatie voor pakken. Dan kun je daar wattenstaafjes met whisky in steken. Er zijn er nog veel middelen, denk ik, om te proberen van dat uit te stellen. Maar op een dag moet toch wel wat anders zijn, want anders komt de zot. Hè. En dat is hetzelfde, dat is niet in zijn mond, maar dat is op zijn rug, op zijn buik. En hij heeft iedere keer weer last en iedere keer opnieuw voelt hij steken, voelt hij dat branden. Chapeau dat hij die inspanning wel doet om toch nog iets bij te dragen tot de ploeg. Maar nu zijn we kwijt voor, ik hoop niet te lang, maar ik vermoed toch al zeker 1 maand. En vond ik ook dat de goals niet alles zeggen van Kums, maar toch is het vooral dat hij zo lang niet gescoord heeft, voor geen enkel goal bij Anderlecht. Maar bij Gent, ja, maar iedereen spreekt van Gent, die heeft het seizoen 16 goals gemaakt. Ja? Van die 16 waren er 11 of 12 penalties, jongens. Ja, dat is wel een verschil, hè. Dat is wel een verschil, hè. Als je alle penalties speelt, als je bij een topploeg speelt, die goed voetbalt, en die in het seizoen 15 penalties krijgt, heeft er ook 2 gemist tegen Club Brugge. Of anders hadden we het beker van België finale gespeeld, denk ik. Dus, maar heeft er zeker 11 of 12 gemaakt, denk ik. En dan kom je als middenvelder aan 16 of 17 goals, hè. Dus als hij er voor mij 5 maakt vanuit het spel, dan heeft hij even goed gedaan als dat hij in Gent heeft gedaan. En dan heb je ook nog een keer op de nul gezet. Ik weet het niet, dat was toch wel een opzicht. 3 maal scheepsrecht, hè. Dus laten we hopen dat we er nog wat bij doen voor het einde van het seizoen. Maar ja, ben je niet aan mijn tanden? Dat je toch 2 grote kansen kreeg? Wat is er? Ben je niet aan mijn tanden? Dat je 2 grote kansen De eerste kans niet, omdat ik vind dat zij dat heel goed uitspelen. En ik hoor de collega's van Gent zeggen dat Remtjouk dat niet goed doet, maar hij doet het wel goed, want hij krijgt direct druk van de keeper, dus hij moet er onmiddellijk over. En die bal valt op de kruising, daar heeft hij heel veel tegenslag, dus ik vond dat hij dat wel goed gedaan heeft. Ja, daar hadden ze 1-1 kunnen maken. Met de kansen die we weggeven in de tweede helft ben ik niet content. Omdat we eigenlijk afgesproken hadden aan de rust, met ons 2 spitsen, dat 1 iemand defensief die kant moest doen. En dat gebeurde niet, dus daar ben ik niet tevreden mee. En oké, dan is het ook aan de coach om in te grijpen. Dat hebben we gedaan en dat was het voor mij. Dat was het, dan zat het vast en dan hebben ze eigenlijk geen kans meer gehad. Je zegt gisteren dat we daar echt aan het werk zagen. Kan hij nog beter dan wat hij vandaag getoond heeft? Ja, sowieso. Maar dat is ook normaal. Hè. De jongen was nerveus. Ik was al blij dat hij in het eerste duel tegen Assari een serieuze por gaf. Maar ik wil hebben gezegd, oké, ik ken de stories in Afrika. Hè. De ouderen zijn meestal de baas over de jongeren, dus het zijn alle 2 Ghanezen. En ik had gezegd, zorg dat Assari u niet zegt van, hey, rustig aan vandaag. Ik zeg, ik ben de vader van Assari, dus ik sta nog eentje over. Maar hij had direct laten zien dat hij er vol ging voor gaan. De jongen heeft veel scorende kwaliteiten, is heel snel. En kan eigenlijk wel pijn doen in de rug van de verdediging. En dat was eigenlijk de bedoeling van vandaag, om met hem en die Mata 2 jongens te hebben die in de rug van die verdediging van Gent voor gevaar konden zorgen. Ja, dat is op het moment wel aardig gelukt, maar is heel vaak ook foutief afgestopt. Maar in de momenten dat je de match ziet, heb je besloten om de bal te laten gaan.
parce qu'à ce moment-là, ça a bien joué. On l'a fait dès le début, en fait. Dès le début, on l'a fait. Mm-hmm. Aujourd'hui, on n'était pas en état de faire du pression haute. Pas du tout. Donc, physiquement, on n'était pas en état de le faire. Donc, on a choisi dès le début de mettre un bloc beaucoup plus bas et de laisser vraiment un gant au ballon derrière. Donc, simplement, à un certain moment, il n'y avait plus le pressing sur les milieux défensifs. Et de là, Verstraat, il s'est envoyé encore un ballon quand même important. Donc, ça, on a dû ajuster un peu en deuxième mi-temps, parce que même à 10, il pouvait encore jouer facilement. Donc, deuxième mi-temps, on a mis beaucoup plus de pression sur les deux milieux défensifs. Et ça a quand même facilité un peu le jeu pour nous. Mais justement, ça tournait bien quand vous le reprenez. Une fois que vous le récupériez, le jeu dans le rec était plus fluide que ce qu'on a vu ces dernières semaines. J'ai dit, je crois que après 10 minutes, on a un deuxième contre de Doda. Donc on a fait marquer sur un contre faute coup franc. Après 10 minutes, le public était ravi. J'ai dit, on doit changer le football en direct, on doit redevenir une équipe de contre. Ce qui a été le cas, c'est pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai dit, peut-être on doit redevenir. Non, tu dois, quand tu es réaliste, il y a des moments, il y a des matchs où tu dois le faire. Mais on ne peut pas jouer comme ça contre l'Ukraine, contre Beveren, contre toutes ces équipes-là. Hein. Sinon, je vois déjà Andy Snell de se garder. Och, jongens, ja. Vandaag was dat niet perfect, omdat we het niet fris genoeg waren. Dan is het dat goed kan marcheren. Ik vond dat het eigenlijk beter marcheerde tegen Beveren en zelfs beter in Fenerbahce. Het enige probleem in Fenerbahce was, ja, we speelden altijd de middenvelder vrij, maar dan was er te weinig diepgang, te weinig présence voorin. En dat liep niet goed. Dat moest beter gelopen hebben. Dan hadden we wellicht meer kansen kunnen creëren. Ik moet wel zeggen dat er een aantal appels geweest zijn. Die man heeft heel veel diepte, maar dan spelen we hem de bal ook niet toe. Terwijl dat eigenlijk zijn sterkte is. Als je hem in de loop kan aanspelen, ja, dan gaat hij nog veel gevaarlijker zijn. Dus het is een systeem dat goed kan werken, maar ik denk dat vandaag eigenlijk geen enkel systeem perfect ging werken, omdat we gewoon veel te vermoeid waren op het middenveld. Wij konden niet echt de volledige controle nemen over de match. En daarom hebben we beslist om in te zakken en ja, om gegroepeerd herop te vallen uiteindelijk. En van daaruit proberen voor gevaar te zorgen. En is dat al weg op één punt van de lucht? Is dat iets waar je mee bezig bent? Nee. Laatste vraag. Een balmoment. Ik heb dat gezien, maar Assari gaf echt een poort in de rug van Kums. Totaal niet voor de bal. Denk je dat bewust kan geweest zijn? En is dat een gevaar dat als tegenstanders weten van bepaalde spelers? Dat is een zwakke plek. Dat is wel een duur. Ja, Assari is echt zo'n smeerlapje, Assari. Ik ken hem niet veel. Nee, Nana is niet zo. Dus, Maar hij is gewoon iemand die vol voor de winst gaat. Hij doet alles wat hij kan doen. En als hij het wel gaat, dan is helemaal niet zo. Dus dat was zeker niet bewust gedaan. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus die match zondag was een zware match, maar heeft jouw ploeg vandaag dan gebracht wat je verwacht had als het zou brengen? Als die bal van Jaremtjouk binnen gaat, hè, in plaats van op de kruising wordt het 1-1, dan krijgen we hier een concept. Ik ga niet zeggen welk concept, maar je kunt je al voorstellen. En dan ga je tweede helft, ja, een moeilijke tweede helft. Hè. Dan moet je terug pushen om voor winst te gaan. En je weet dat je wat vermoeid bent, dus dat ging het heel moeilijk gemaakt hebben. Dus wij hebben zo goed en zo kwaad als mogelijk gedaan wat we konden. We hebben heel veel gegeven, maar er waren een aantal jongens die vandaag misschien aan 70%, 80% van de mogelijkheden zaten. Maar, oké, gezien de vele afwezigen, was het bijna niet mogelijk om andere gasten op te stellen. Dus daarom, ik ben blij met de wilskracht die ze getoond hebben, met de inzet die ze getoond hebben. En ze hebben er alles voor gedaan. Dus meer kan je niet verwachten, hè, dat ze een keer niet fris zijn. Dat kan gebeuren, dat is mogelijk. Dank u wel, merci.